De 68-jarige Zaza woont al 20 jaar in Amsterdam, is ongedocumenteerd en heeft diabetes. Maar een arts vinden is een groot probleem. Por eu não ser documentada, já procurei muito médico de família e não. Já escutei muito não. Ze is niet de enige zonder structurele zorg. Nanette Moons onderzocht voor Dokters van de Wereld de oorzaak van dit probleem. Zo'n 20% van de Amsterdamse huisartsen weigert bewust mensen zonder papieren. Iedereen in Nederland heeft recht op gezondheidszorg en daarbij maakt dus niet uit of je een status hebt of niet. En in de praktijk is het gewoon heel erg moeilijk om een huisarts voor deze doelgroep te vinden. Zaza kan voor heel urgente hulp direct naar het ziekenhuis toe, maar dat is uitzonderlijk. Graças a Deus, se tivesse, não tivesse esse tratamento aqui, com certeza já tinha morrido. Voor acute zorg kunnen mensen zonder papieren terecht bij organisaties als Kruispost. Joost Zaat is daar vrijwilliger als arts en ziet de zorg voor ongedocumenteerden als iets moois. De groep die zeg maar onder de radar van de gewone Amsterdammer leeft, is behoorlijk groot. Het zijn de Amsterdammers die schoonmaken, die op de kinderen passen van de Amsterdammers, die de afwas doen in het restaurant waar ze gaan eten, ja? Die de huizen bouwen. Allemaal illegaal, maar het gebeurt wel. En juist voor hen ontbreekt de structurele zorg. Dat heeft onder andere te maken dat huisartsen een taalbarrière ervaren bij de zorg aan deze doelgroep. Dat ze niet altijd betaald krijgen voor de zorg die ze geleverd hebben. Er is wel een regeling voor huisartsen. En daardoor lijkt het op papier allemaal goed geregeld. Ten opzichte van een gewone Amsterdammer die hier zijn hele leven lang gewoond heeft. Dat is één druk op de knop. En voor deze mensen moet je aparte formuliertjes invullen. Je krijgt je geld laat. Er is altijd gedoe. De druk op de huisarts haal je niet zomaar weg. Digitalisering van declaratie zou volgens Moons kunnen helpen, maar een oplossing voor dit probleem blijft heel lastig te vinden. Por essa razão, de escutar muito não, eu já não sinto vontade de procurar mais médico de família. Als elke huisarts dat nou 10 zou nemen en we zouden kunnen kijken van hoe we dat makkelijk zouden kunnen maken dat die mensen naar hen toe gaan, dan zijn ze denk ik al een heel stuk verder.